Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. De campagne is begonnen en gisteren was het eerste grote debat bij WNL. En wat ik altijd zo raar vind is, politici mochten de stellingen zelf verzinnen. Ik bedoel, ik was daar op school niet mee weggekomen. En daarom verdedig ik de stelling, te laat komen bestaat niet. Arjen Lubach. Prachtig. Nou, D66 wilde het hebben over de stikstofdoelen. Dat is een belangrijk thema. Maar de VVD weet, iedere keer als het woord stikstof valt, dan rennen de kiezers weg. Dan gaat het altijd zo, Caroline! Dat is een beetje wat er dan gebeurt. Dus had VVD-lijsttrekker Edith Schippers een trucje bedacht om het er niet over te hebben. U ziet de stelling staan, stikstofdoel 2030 negeren, stilstand keren, uw stem graag. Ik wil graag dat iedereen daarop stemt. Ja, mevrouw Schippers? Ik stem niet op een stelling die alleen maar bedoeld is om te polariseren. Och. Maar polariseren is toch een beetje het idee van een debat? Dat je laat zien waar je het niet over eens bent. Maar oké, de stelling we moeten stikstofdoelen halen ging Schippers dus veel te ver. Even kijken over welke stelling ze het wel wilden hebben. Deze was van de PVV. Meer koopkracht, minder asielzoekers. Schippers stemt voor de stelling. Ja, niet met ik ben dus in principe voor minder asielzoekers. En ik ben voor meer koopkracht. Ja, dit was gelukkig helemaal geen polariserende stelling. Ja, wij willen burgers en boeren absoluut niet tegen elkaar opzetten. Wij willen burgers en asielzoekers tegen elkaar opzetten. Het was dus een debat met de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. En dat zijn oudere, wat ervarene politici die vaak met een beschouwende blik naar de materie kunnen kijken. Dat is echt een verademing. Het moet opgelost worden in Europa. Het is geen Nederlands probleem. Nee, dat is verschuilen. In België zie je het precies hetzelfde. Okay. We hebben nog een paar... In dit gaat dorp u, hebben gaat wij genoeg... U weg bij de vraag. In dit weg dorp de hebben wij de vraag geen... Is, de vraag is heel eenvoudig. Heel kort van mij dan nog even. De vraag is heel eenvoudig. Bent u... Als je kijkt naar de asielzoekers... Ja, dat bedoel ik. Dus van die onzinnige dingen die niet werken. Mevrouw Faber, ik zal u vragen... Hoeveel belastingen in het land geleverd worden? Dat zeg ik ook niet. Ja, probleem. Ik vind een reparatie. Er is helemaal geen probleem. Wij durven in ieder geval te kiezen. Maar dat probleem... Het hoeft niet allemaal tegelijk. De verliezer is wel het probleem. En dat probleem... Wat een bende! En dit waren er dan 6, hè? In de Senaat zijn het er straks 75! Iedereen zat dus door elkaar heen te schreeuwen, maar er was één positieve uitzondering en dat was Theo Bovens. Hier zie je hem. Van Vorens. Hij is van het CDA en hij had zich duidelijk voorgenomen om niet mee te gaan in de hysterie. Maar ja, dan kom je er ook niet tussen. Dat is een afspraak. 2030. En ik zie hier gewoon twee partijen die dat willen ontkennen, dat die afspraak er is. Nee, die afspraak is er. En dat zijn de politici die weer opnieuw... Arme Theo. Hij praat ook te zacht, maar dat komt misschien ook wel door die snor. Natuurlijk, ja. Toch? Hij moet gewoon even zo doen. Nu ben ik aan het mompelen. Nu ben ik te verstaan. Hallo allemaal. Maar nu dacht iedereen op een gegeven moment gewoon... Wie is die man? Maar echt iedereen. Ik wil even naar Van Boven, ja. Want meneer Van Boven, u stemt tegen deze... Bovens, pardon. Ja. En hij aanvaarde de excuses, maar dat heeft helaas niemand gehoord. En Theo Bovens was ook de enige die leek te snappen waar deze verkiezingen voor bedoeld zijn. Want zo'n debat gaat vaak over kwesties die niks met provincies te maken hebben. Maar dan moet je net Theo hebben. Daar gaan we het verder over hebben. Daar gaan we het echt over hebben. Alhoewel, maar één ding. De vraag is of dit in de Provinciale Statenverkiezingen aan de orde moet komen. Ja, precies. Wat mij betreft heeft hij zich naar de overwinning gemompeld. En daarom zeg ik, Leo van der Bovert, onthoud die naam. En dan gaan we door met mijn favoriete provincie, Groningen. Opeens heel veel Groningers. Want Groningen slijpt de messen, genoegdoening gaat geld kosten. Ze willen ruimschoots gecompenseerd worden voor de aardbevingsschade. Of zoals commissaris van de Koning René Paas het verwoordt... Kijk niet zo precies naar de rechtmatigheid. Ga het niet allemaal precies uitrekenen. Probeer af en toe eens schandalig royaal te zijn. Schandalig royaal. Dat klinkt alsof iemand hier een middagje caviar worstelen met Willem-Alexander probeert goed te praten. Maar oké. Groningen wil dat compensatiegeld goed gebruiken. Zo willen ze investeren in onderwijs, sport en cultuur. En in 2035 als eerste helemaal aardgasvrij zijn. Groningen helemaal aardgasvrij in 2035. Nou, dat wordt nog even flink doorpompen dan. Hey. Ja, zeker? Oké.
René Paes zei dat vanochtend bij een persconferentie in Den Haag. En hij was daar niet alleen. Onder meer commissaris van de Koning René Paes, burgemeester Koen Schuiling en Mr. Groningen Johan Remkes presenteren hun plannen voor die regio. Ja, dat weten niet veel mensen, maar Johan Remkes is Mr. Groningen geworden bij de Wet T-shirt Contest in Veendam. Zag er lekker uit, Johan. En die persconferentie vandaag was een reactie op het rapport van de parlementaire enquête naar de gaswinning. Dat rapport werd vrijdag al gepresenteerd, maar premier Rutte wilde toen nog geen reactie geven, want hij was te druk met het tellen van de pagina's. Dan vraag ik begrip dat wij niet nu een uur na de presentatie op een rapport van 2000 bladzijden kunnen reageren. Zonder dat het kabinet de kans heeft gehad om de bijna 2000 bladzijden tot ons te nemen. Die bijna 2000 pagina's heeft opgeleverd. Bijna 2000 bladzijden, het is bijna 2000 bladzijden. Er ligt een rapport van 2000 bladzijden. En er ligt een rapport nu van bijna 2000 bladzijden. 2000 bladzijden, ik weet niet of dat allemaal lukt. 2000 bladzijden, dat gaat niet. Dat gaat niet. Rutte wacht waarschijnlijk op het audioboek, ingesproken door Johan Remkes. 4000 uur luisterplezier. Het rapport van de parlementaire enquête. Daar gaan we. Maar goed, hoe moeilijk kan het zijn om in ieder geval even de inleiding te lezen? Dus ik dacht, doe ik het zelf wel. Hier, eerste alinea, Groningen. Een provincie waar bijna overal de horizon nog te zien is. Groene wierden met daarop de torens van dorpskerken. Buurtschappen met 18e-eeuwse huizen tussen nieuwgebouwde rijtjeswoningen. Grote boerderijen achter statige gevels. Dit is het eerste parlementaire enquêterapport dat is geschreven door AFTH van der Heijden. Maar er staan wel opvallende dingen in, zoals dat Groningers en de NAM van mening verschillen over wanneer een huis veilig kan worden genoemd. Groningers denken namelijk dat hun huis veilig is als ze er, je weet wel, veilig kunnen wonen. Maar de NAM vindt het veilig als een woning hersteld wordt tot het niveau van near collapse. Near collapse. Dat klinkt niet veilig. Hè? Als dat mijn status was bij het uitgaan, dan sloeg ik even een rondje over, zeg maar. Near collapse. Maar near collapse, dus bijna instorting, betekent dat bewoners na een zware beving een half uur de tijd hebben om naar buiten te komen. Dus veilig betekent volgens de NAM dat bij een zware beving binnen een half uur alles instort. Dat veilige seks is volgens de NAM dat je een week na een one night stand een appje stuurt. Was jij trouwens aan de pil? Maar goed, Rutte heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, maar hij zei wel, het gaat nu even niet om mij. Ik vind echt, het voelt zo slecht. Ik zeg het me heel eerlijk. Niet dat jullie de vraag stelt, hè. Nogmaals, totaal respect daarvoor. Ik zou hem ook stellen. Maar het voelt voor mij nu zo slecht om daar nou op in te gaan. Want dan gaat het dus een uur na die presentatie, gaat het over het kabinet, de Haagse werkelijkheid, et cetera. Dan ben ik me of aan het verdedigen of het gaat weer over Mark Rutte. Dat wil ik niet. Ik vind het echt, nogmaals, vraag snap ik, hè. Totaal geen verwijt naar u. Maar begrijp alsjeblieft van mij dat ik daar nu niet op inga. Ik vind dat echt ongepast. Dan gaat het over Den Haag. Vandaag was een dag dat het over Groningen gaat. Ja. Ja, edelachtbare, ik begrijp dat u die vraag stelt. Dat is mijn pistool inderdaad, maar het zou vandaag om de slachtoffers moeten gaan. Aan mijn voorspelling, Rutte tilt zijn reactie nog even over het weekend heen. En dan misschien nog een weekendje. En dan nog even wachten tot 15 maart. En dan komt hij er lekker op terug, na de verkiezingen, in zijn overwinningsspeech. En dit was vandaag. Straks gaan we ontdekken of ik een wiskundeknoppel heb. Maar eerst nog even dit. Het Museum voor Domme Mythische Wezens presenteert het verhaal van Nehepkau. De Egyptische god die wordt afgebeeld als een slang met benen. Een slang met benen? Zo dom. Hoe loopt die dan? Nou, zo? Of zo? Of zo? Echt superdom. Ontdek het zelf en kruip in de huid van Nehepkau met behulp van dit pak. Zoek het uit, want wij weten het ook niet. Het verhaal van Nehepkau. Nog de hele maand te zien in het Museum voor Domme Mythische Wezens. Echt, waar zit ik net te kijken, man? Ja. Hey, wil jij de hele aflevering terugzien? Kom dan naar NPO Start. En wil je mij bananen zien gooien naar Dionne Staks en Jeroen Wollars? Kom dan naar NPO Kart. Ook leuk.